Terra is de groenste school van Noord-Nederland. Vandaag vallen we twee studenten lastig. Dit zijn Lieke en Nicolai. Beide studenten aan de opleiding Natuur, Water en Recreatie van MBO Terra. We nemen een kijkje bij hen in de praktijk waar ze het vak verder leren. Met een aantal vragen op zak gaan we ze tijdens hun werkzaamheden vandaag even lekker storen met vragen over hun opleiding en werk. Wat zijn jullie nu aan het doen? Wij zijn nu de bomen aan het opruimen. Ja, we zijn al op takken slepen. Waarom heb je deze opleiding gekozen? Omdat ik heel erg van de natuur hou en ik wou er graag meer over leren. En ik hou heel erg van ecologie, dus dit was de beste optie voor mij. Ja, ik wil heel graag buiten komen en ik wil later iets in de groenbeheer gaan doen. Is het een mannen- of vrouwenberoep? Ik vind allebei. Is tuinwerk een hobby of een vak? Het zou allebei wel kunnen. Je kunt het natuurlijk voor je plezier doen, maar als je er echt professioneel mee bezig gaat, vind ik het wel echt wel een beroep. Op kleine schaal zou ik zeggen hobby, op grote schaal eerder een beroep. Praktijk of theorie? Praktijk. Praktijk, sowieso, ja. Zelfstandig of in loondienst? Ik zou zeggen in loondienst. Loondienst. Hoeveel plantennamen ken jij? Hij kent er heel erg veel. Nou, dat valt wel mee. Vergeleken met mij. In het Latijn is ook iets meer dan 20. Noem maar eens 5. Betula pendula, Eunumus europaeus, Crataegus monogyna, Prunus spinosa en Prunus serotina. Wat wil je laten worden? Ik denk dat ik de bos de natuurkant op wil. Ja, natuurkant is natuurlijk, maar wat ik precies mee wil gaan doen is voor mij nog wel de vraag. Ik wil boswachter worden. Leer je over duurzaamheid in je vakgebied? Opletten op de spullen die je gebruikt, zeg maar. Over wat voor spullen je gebruikt. En dat je niet bijvoorbeeld normale olie in de motorkettingzaag stopt, maar duurzame olie, zodat als het dan achterblijft in een boom of zo, dat het gewoon netjes afgebroken kan worden. Wanneer kom je blij uit school? Als je veel en leuke praktijk hebt gehad, dan zit je blij van. Wat is de verdeling tussen praktijk en theorie? Mensen krijgen theorie en dan krijg je later de praktijk die erbij hoort. Ik heb net vanaf bijvoorbeeld met de bosmaaier weer 's ochtends dan theorie en dan 's middags of later die ochtend gaan we dan nog bosmaaien. Bijvoorbeeld een motorkettingzaag hebben we dan krijgen we een paar uur theorie en dan een week later dat we dan gaan zagen bijvoorbeeld. Dat is maar net waar je het over hebt, zeg maar. Een zaag moet je behendiger mee handelen en daar kan je echt wel letsel aan oplopen feitelijk. Dus daar moet je wel echt theoretisch op voorbereid ook zijn. Oké. Nou, we gaan weer verder. We zijn er klaar mee, we gaan weer verder. Ga jij eerst over het bruggetje? Ja, maar eerst over het bruggetje inderdaad.